Nou, mag je je even een ander beeld voorstellen? We gaan even naar Basel toe in Zwitserland. Daar woonde Karel Barth. En Karel Barth wordt ook wel de grootste theoloog van de 20e eeuw genoemd. Hij heeft ontzettend veel betekend voor de kerk, eigenlijk over de hele wereld. Hier zie je hem. En ook voor de theologie, de studie die je studeert als je ook predikant wil worden of wilt nadenken ook over God. En deze Karel Barth leefde van 1886 tot en met 1968. Nou, hij woonde dus in Basel en zat daar op een dag in de tram. En er zat een man naast hem en Karel Barth vroeg aan die man van, ben je nieuw hier in Basel? Want hij zag er een beetje onbekend, ongemakkelijk uit. Echt als zo'n toerist, die herken je natuurlijk ook altijd wel gauw. En de beste man zei, dat klopt. Nou, zegt Karel Barth, en wat wil je allemaal hier gaan doen in Basel? Nou, zei de toerist, het lijkt me mooi om nou die bekende, beroemde Karel Barth eens te ontmoeten. Weet jij misschien waar hij is? Vroeg hij gelijk erachteraan. Of ken je hem? Misschien ken je hem wel, hè? Je woont in Basel. Nou, zei Karel Barth, je zou wel kunnen zeggen dat ik hem ken, want ik scheer elke ochtend zijn baard. En de toerist was helemaal enthousiast van, wow, dat is bijzonder. Hij kwam bij zijn halte aan en moest ook uitstappen. En toen hij in het hotel kwam, kon hij het ook niet even laten. En tegen de receptionist zei hij, ik heb de barbier van Karel Barth ontmoet. Nou, en dit verhaal moest ik een beetje denken toen ik aan het voorbereiden was voor deze preek. Het verhaal van de Emmausgangers. Die dus de hele route naar huis, waarschijnlijk 2 uren ongeveer, of we weten natuurlijk niet precies wanneer Jezus erbij kwam, maar laten we zeggen best een tijdje, met Jezus wandelen, met Jezus aan tafel gaan liggen, want zo deden ze dat in die tijd, en niet doorhebben dat Jezus het is. Je merkt wel dat ze redelijk enthousiast waren over deze vreemdeling. Hè. Ze noemen hem vreemdeling, want ze zijn helemaal verbaasd dat Jezus geen idee heeft dus wat er de afgelopen tijd is gebeurd. Althans, hij stelt eerst een vraag. Hè. Ook wel mooi, Jezus stelt in elk geval een hele hoop vragen in het begin. Hij gaat niet gelijk zeggen van, hoi, hier ben ik en zo. Maar hij stelt allerlei vragen om hun emoties ook te peilen en waar ze zitten met hun gedachten. Maar ze noemen hem dus een vreemdeling, want eigenlijk iedereen wist wel wat er was gebeurd in Jeruzalem. De stad had behoorlijk op zijn kop gestaan. Maar Jezus verschijnt dus, we hebben ook de afgelopen 2 preken ook geluisterd, nagedacht over verschijningen van Jezus, aan Thomas, aan Petrus, de discipelen. Maar dit keer herkennen de 2 leerlingen Jezus dus niet. En toch zeggen ze achteraf, hun hart brandde in hun. Soort van, er was iets wat zorgde dat ze misschien wel warm werden, letterlijk. En zoiets hadden van, wow, dit is een bijzonder gesprek wat we hier voeren. Dus enthousiast zou je wel kunnen zeggen over deze man die van alles gaat uitleggen. Maar ze hebben niet in de gaten dat die man Jezus zelf is. Je leest trouwens ook wel in de tekst waarom dat zo is. Er staat namelijk dat hun blik vertroebeld was. Ze konden Jezus dus blijkbaar ook niet eens zien. Maar goed, dan zou je je af kunnen vragen, wat is dat toch voor raars? Blik vertroebeld, wat betekent dat precies? Het zou natuurlijk aan de ene kant kunnen dat ze eigenlijk zo verdrietig waren, zo door verdriet overmand van alles wat er was gebeurd, het sterven van Jezus aan het kruis, terwijl ze hele andere verwachtingen hadden, dat vertellen ze ook over aan Jezus, dat ze daardoor door hun tranen niet goed konden zien. Zou kunnen. Maar in de tekst lijkt het erop, als Jezus op een gegeven moment klaar is met het stellen van vragen, dat hij zegt dat hun verstand, hun kennis, dat die niet goed genoeg was. Dat ze het gewoon niet rationeel snappen of zo. En dan begint Jezus met het uitleggen van de profeten van het Oude Testament. Wat daar al over Jezus was voorspeld. En ook wat Jezus zelf natuurlijk al heeft verteld over wat hij zou komen doen. Namelijk
om te lijden en te sterven. En op heel veel plekken in het Nieuwe Testament, in gesprekken met de leerlingen, met de vrienden ook van Jezus, merk je dat Jezus dat wel vertelt, maar dat ze daar eigenlijk niet aan willen. Hè? Dat Jezus, de Messias, de verwachte Messias, dat hij ook zou moeten lijden. Petrus in Markus 8 zegt dan, als Jezus daar iets over uitlegt, van dat verhoede God, dat mag niet gebeuren, dat u moet gaan lijden. Ze hadden dat dus blijkbaar niet goed in de gaten, dat dat deel was van wie de Messias was. Jezus zegt dat dan ook, hè? Snappen jullie niet dat de Messias moest lijden om zijn glorie in te gaan? Ja, die twee lijken ook wel behoorlijk ver uit elkaar te staan. Hè? Lijden, dood, glorie, opstanding. En dat binnen 3 dagen. Maar blijkbaar was dat lijden nodig dus voordat die overwinning er was. De overwinning van het kwaad, de overwinning van de zonde, van alles wat slecht is. En dat zorgde er dus volgens Jezus voor dat ze hem niet herkenden. De opgestane Heer. Jezus die daardoor verheerlijkt was. Een woord dat het evangelie Johannes trouwens ook veel gebruikt. De verheerlijkte Jezus. Ze herkenden hem niet. Al verscheen Jezus aan hun. Al liep hij met hun mee. Al brandde hun hart in hun binnenste. Ze herkenden hem niet. Hun blik was vertroebeld. Ze snapte het niet. Het lukte niet. Nou, dat blijft uiteraard een beetje een mysterie. En ik kan het ook niet helemaal uitleggen. Maar wat misschien net zo wonderlijk is, behalve dat, hè, dat ze samen met Jezus liepen zonder het in de gaten te hebben, is misschien wel dat ze Jezus eigenlijk pas herkennen op het moment dat hij verdwijnt. Dus Jezus verschijnt, geen herkenning. En dan verdwijnt Jezus plotseling. En dan ineens gaan hun ogen open. Dus Jezus het brood breekt, gebed uitspreekt, verdwijnt hij. En dan realiseren ze zich pas dat het al die tijd Jezus was. De herkenning komt dus eigenlijk in dit geval pas na die verdwijning. Laat me ook een beetje denken aan die bekende uitspraak van Johan Cruijff. Je gaat het pas zien als je het doorhebt. Ze zagen het pas, hun ogen gingen open, toen ze het doorhadden. En toen dachten ze terug aan die hele wandeling, aan het hele gesprek. En beseften maar, dit was gewoon Jezus zelf die alles heeft uitgelegd. God neemt die bedekking weg, zou je kunnen zeggen. Het is niet zomaar iets wat ze zelf ineens ook doorhebben. Maar als je de tekst leest, dan zie je dat ook dat daar zo staan, dat hun ogen werden geopend. En eigenlijk vind ik dat ook wel heel erg mooi om dat zo te lezen. Want hieruit blijkt dat God de gevende God is. God opent ogen, God geeft geloof, God geeft herkenning. Al is die ineens weer verdwenen. Jezus kun je wat dat betreft niet vasthouden. Dat laat hij ook heel erg duidelijk na zijn opstanding merken. Hè? Ook tegen Maria, houd me niet vast als zij Jezus herkent uiteindelijk. Zij herkende hem eerst ook niet. Door haar tranen, ze dacht dat het de tuinman was. En dat heeft dus iets moois. Hè? Dat God onze ogen, de ogen van deze leerlingen, opent. En zegt maar, ik ben het. Ik ben het echt. En dan verdwijnt. En je zou misschien je kunnen voorstellen dat die twee leerlingen daar heel erg van zouden balen. Ja, maar nou herkennen ze Jezus en ze hadden ze dan niet juist nog even kunnen doorpraten over waarom hij het zo heeft gedaan. Waarom hij met hun meeliep, niet direct zichzelf bekend heeft gemaakt. Maar dat kan dus niet. En het lijkt er ook niet op of ze dat enorm erg vinden. Nee, wat ze doen is ze pakken hun spullen, ze laten de tafel voor wat het is en gaan terug naar Jeruzalem. Ze komen dus in actie. Die verdwijning van Jezus zorgt er bij hen voor dat ze in actie komen. En ik denk dat dat ons ook al wel een beetje nadenkt over hemelvaart, wat we binnenkort gaan vieren, Pinksteren. Jezus die straks naar de hemel gaat verdwijnt, hè, weer eens, een wolk die de blik voor hun ogen wegneemt. En
dan is het eigenlijk de bedoeling dat ze in actie gaan komen. Ja, ze wachten nog op de Heilige Geest, maar de verdwijning van Jezus betekent ook in dit geval, in dit verhaal, niet ja, dat je dan maar denkt van wow, wat is hier allemaal gebeurd en dat gaat analyseren enzovoort, maar dat je in actie komt, teruggaat, al was het donker, al was het gevaarlijk. Wilde dieren en zo in die tijd. Geen pretje om dan terug te gaan. Maar ze voelden die urgentie om het, die leerlingen die daar in Jeruzalem waren achtergebleven, die zij hadden achtergelaten, want het was voorbij, er was geen hoop meer, om die ook dit goede nieuws te gaan vertellen. Vandaag vieren wij avondmaal. Wij gaan ook het brood breken, de wijn drinken, aan tafel met Jezus. En in dat avondmaal vieren wij ook Jezus' lijden, zijn sterven en tegelijkertijd dus ook de opstanding. Die glorie en dat lijden die in dat avondmaal ook bij elkaar komen. En Jezus mogen we dan ook juist ervaren in het drinken van de wijn, de druivensap, in het eten van het brood, daarin, ja, mogen op een mysterieuze wijze, zou je ook kunnen zeggen, we kunnen daar geen grip op krijgen, mogen we proeven dat wat Jezus voor ons heeft gedaan. Is Jezus aanwezig als gastheer, hè? Zoals hij daar bij die Emmausgangers ineens de gastheer ging spelen. Zij nodigde hem uit, maar hij brak het brood en hij sprak de zegen uit. Zo gaat Jezus vandaag ook hier bij ons de gastheer zijn. Aan de tafel. Is hij aanwezig, al zien wij Jezus niet. Maar in de brood, in het wijn, is Jezus heel erg dichtbij. En dat maakt het zo ongelooflijk bijzonder om ook avondmaal te vieren. Jezus is in ons leven aanwezig op hele bijzondere manieren. Joden die hadden altijd in hun huis bij bijzondere gelegenheden, en dat doen ze nog steeds, een stoel die leeg bleef. Ik heb hier ook een stoel op het podium gezet die leeg is. En daarmee symboliseren zij iets van, stel je voor dat er een gast komt, een vreemdeling, dan is er een plekje voor. En niet alleen dat, het had ook iets spiritueels, iets geestelijk, dat zij zeiden, ja, misschien komt Elia wel. En dan moeten we altijd een plek hebben. Het had ook iets van hoop, verwijzing naar de Messias toe, die komen zou. Al zien we hem niet, we moeten een stoel, een lege stoel, klaar hebben staan. Jezus is aanwezig in ons hele leven, geloven we. Soms zien we dat, vaak ook niet. Maar toch mogen we geloven dat Jezus ook vandaag met ons meewandelt, meeloopt. En is het altijd erg dat we hem dan niet herkennen? Nou, als we dit verhaal vanochtend zo lezen, is dat blijkbaar niet het belangrijkste. Het belangrijkste is dat Jezus er daadwerkelijk was. En dat ze dat ook achteraf door hadden. En dat ze dan dus in actie komen. Het nieuws de hele wereld over gaan brengen. En de vraag is ook, gaat het avondmaal wat wij vanochtend vieren ons ook in actie zetten? We hebben het aan de apostelen te danken dat wij ook het evangelie mogen kennen. En er zijn veel mensen om ons heen die het evangelie ook nog niet op die manier kennen. Ik hoorde toevallig gisteren een verhaal ook van iemand die vertelde, hij ja, zat er helemaal doorheen, wilde eigenlijk zelfs een einde aan zijn eigen leven maken. En toen waren er een paar christenen die hadden besloten, laten we gewoon maar eens op straat misschien met iemand over Jezus hebben. Het evangelie uitleggen. En hij zei, toevallig, heel toevallig, kwam een van die 7 christenen naar hem toe. En die vertelde iets over het evangelie. En hij zei, dat heeft ervoor gezorgd dat hij op dat moment geen einde meer aan zijn leven heeft gemaakt. En voor Jezus is gaan leven. Dat evangelie, dat verhaal heeft kracht. Geloven wij daarin? Mag niet alleen vanochtend het brood en de wijn ons kracht geven, waarin we Jezus ervaren en geloven in zijn aanwezigheid, maar mag het ons ook
aanzetten om daadwerkelijk aan mensen ook over Jezus te vertellen. Dat Jezus zomaar naast je kan lopen, zonder dat je het doorhebt. Is dat niet bijzonder? En dat als die dan ineens verdwijnt, dat die er nog steeds is. Want hij laat ons nooit los. In ons hele leven kun je iets meemaken van verschijning en verdwijning van Jezus. En weet dat God inderdaad door de Heilige Geest in elk geval dichter bij ons is als wat wij eigenlijk aan onszelf zijn. God, de Geest die in ons woont, in ons hart, ons hele lichaam wil vullen met zijn aanwezigheid, met zijn tegenwoordigheid. Ik hoop dat we ons daar meer bewust van mogen worden, hoe bijzonder dat wel niet is. En dat we misschien op sommige momenten in ons leven ineens denken, het zou zomaar kunnen dat Jezus naast me heeft gelopen. Amen.